Marije hier, jouw hardlooptrainer. Dit hele traject, ja, is verandering. En ik ga een apart filmpje opnemen over hoe je brein werkt en waarom die eigenlijk een hekel heeft aan verandering. En hoe dat in elkaar steekt. Maar ik wil nu gewoon eventjes jou een hart onder de riem steken. Want jij weet dat dit goed voor jou is. En het kan best wel zijn dat je ontzettend veel weerstand voelde. Gisteren of vandaag misschien. Ben je nog helemaal niet gegaan. Nou, dan is dit filmpje voor jou. Dan wil ik je even een tipje geven. Kijk, dat schema wat je hebt gekregen. Zoals je kan zien ga je daar 1 minuut rennen en 2 minuten rennen. En misschien heb je wel bedacht van ja, weet je, ik ga mijn hardloopschoenen aandoen en mijn kleren aantrekken en dan ga ik dat doen. En is dat moment gekomen en ben je helemaal niet gegaan. En ben je daarna misschien wel teleurgesteld. Dan kan je altijd namelijk nog iets anders doen waar je misschien niet meteen aan denkt. Wat je daarvoor nodig hebt is dat je in ieder geval je hardloopschoenen aandoet bij je gewone kleren. Want je gaat misschien vandaag wel boodschappen doen of de kinderen naar school brengen of uit school halen. En wat nou als je dan een stukje van die training zou doen? Bijvoorbeeld je gaat naar de Albert Heijn of weet ik veel welke supermarkt je naartoe gaat. En dan ga je gewoon een minuut rennen. En dan hak je die training van vandaag gewoon in stukken, verdeel je die over de dag. En kan dat? Dat kan. Jij kan dat. Als dat het voor jou makkelijker maakt, dan kan je het gewoon zo doen. Dus pin je niet te veel vast op van je moet in die kleren en je moet, weet ik veel, welke vorm jij er ook voor bedacht hebt. Maar je kan het ook zo doen. Doe er je voordeel mee. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier. Doei!